Na een korte afwezigheid is Jack van Gelder gisteravond weer teruggekeerd als vaste gast in de talkshow HLF8. Hij was een weekje afwezig vanwege de onthullingen van de Volkskrant over zijn misdragingen bij NOS Sport. Hij schold een vrouwelijke collega consequent uit voor H-sterretje er en vroeg Aïcha Margadi of ze bij hem in bad kwam zitten. Waarom was Jack eventjes van de buis? Omdat ik verleden week nadat de Volkskrant met allerlei artikelen verscheen waarin ik ook voorkwam zoiets had van even op de plaats rust. Ik moest het allemaal even verwerken, goed over nagedacht. Ik zit er gewoon. Ik was er elke maandag en ik vind het leuk om er weer te zijn, zegt hij in HLF8. Jack wil er niet veel meer over zeggen. Ik heb hier precies gezegd hoe ik over de affaire dacht en wat er is gebeurd en wat er niet is gebeurd. Dat is het. En verder, klaar, over, uit, wat mij betreft. En van die giftige werkcultuur bij NOS Sport? Daar heeft Jack nooit iets van gemerkt. Totaal niet. Zoals gezegd, ik kwam nooit op de redactie. Ik deed mijn programma's en wij zaten in een aparte hoek. Ik was nooit op de redactie en had niet eens een eigen bureau. Ik heb er werkelijk nooit iets van gemerkt, maar ik begrijp dat er heel veel is gebeurd. Het is allemaal de schuld van de hoofdredactie, aldus Jack. Als de hoofdredactie ooit goed had ingegrepen en in die incidenten was gedoken en de klachten van de mensen serieus had genomen, dan hadden we er hier helemaal niet over hoeven spreken. Dat Jack nooit iets heeft gemerkt, is nou net het probleem, zeggen critici. Reageerder Jan op nu.nl, typisch dat Van Gelder de giftige werksfeer niet herkent, terwijl hij toch zelf toegeeft dat hij een collega heeft uitgescholden. Verder heeft hij ervoor gezorgd dat die medewerker niet mee kon naar... Hij vervolgt, Van Gelder zit duidelijk aan de uitdelende kant en niet aan de ontvangende kant en kon dus ook de ogen sluiten voor wat er om hem heen gebeurt. Daar is Cargio het mee eens, het is net als met racisme, als je denkt dat het er niet is, dan ben je waarschijnlijk deel van het...